toespraak van dit congres. Ik geef zo graag het woord aan Lieke Kuiper, de voorzitter van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid, die ons altijd goed scherp houden. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook nu weer gaat doen. Is ze al in de zaal? Ik neem aan van wel. Ze staat naast het podium. Dan geef ik het woord aan Lieke Kuiper van de Jonge Socialisten. Mocht u straks denken, hè? Wat knap. Doet ze dit nou helemaal uit haar hoofd? Ja, dan moet ik eigenlijk wat bekennen. Ze hebben me wel zo'n teleprompter aangeboden om je de Nederlandse Obama te voelen, maar vlak voor mijn 17e verjaardag werd ik slechtziend. Vanaf dat moment zie ik de wereld, letterlijk en figuurlijk, anders. Dus eigenlijk vind ik het dan weer heel knap dat u mij scherp ziet. Ieder zo zijn kwaliteiten. En op mijn 17e verjaardag kreeg ik van mijn neurochirurg een speeldoosje met daarop Here Comes the Sun van de Beatles. Ik luisterde nog wel eens naar. Als het leven een beetje tegen zit. Of op zondag, als de peilingen uitkomen. En hij had gelijk. Het kwam goed. Met de hulp van mijn ouders, die mij zachtjes overal tegenop lieten botsen, tot ik zelf wist waar de deurpost zat en kon ruiken dat mijn eten klaar was, voor het brandalarm afging en ik langzaam weer een zelfstandige vrouw kon worden. Maar dat kwam vooral ook dankzij een autodealer uit Amsterdam. Ik riep vaak dat ik niet gedefinieerd werd door mijn ziekte. En dat zeg ik nog steeds wel. Maar als ik heel eerlijk ben, ben ik er wel een ander mens door geworden. Ik weet nu hoe het is om een werkgever laaiend enthousiast over je te horen. Tot je zegt dat je wel vanaf je eigen laptop met slechtziende software moet werken. Dan word je opeens afgewimpeld met een zeer slap excuus. Ja, ik was altijd het meisje dat alle kansen kreeg. Ik heb 2 hoogopgeleide autochtone ouders. Het ging goed op school en ik had en heb de liefste, trouwste vrienden die iemand zich kan wensen. Dat ik opeens anders was, een financieel risico, dat ik niet goed genoeg meer was, dat voelde echt als een klap in mijn gezicht. Maar een autodealer uit Amsterdam, die veranderde dat. Hij vond dat iedereen een kans moest krijgen. En dus mocht ik daar aan de slag als hostess, gastvrouw, koffiemeisje. Daarmee is deze autodealer voor mij een kleine held. Want hij maakte in zijn eentje het verschil door niet onverschillig te zijn. Want we roepen heel vaak, hè, dat een baan is zoveel meer dan enkel geld verdienen. Maar man, wat is dat waar? Want ik was nu niet degene die hulp nodig had. Nee, mijn hulp was nodig. Want ik was de enige die in staat was om te zorgen dat die stadskinderen met hun tengels van de auto's afbleven. Ik deed opeens weer echt mee. En dat verschil maken, niet onverschillig willen zijn, dat zit ook in het sociaal-democratische DNA. We proberen het vaak door 100 keer een motie in te dienen of een stuk in de krant. Maar we bereiken vaak veel meer door het gewoon te doen. Door vrijwilligerswerk te gaan doen. Door te weten wie er naast je woont. Door niet iets dat verkeerd voelt gewoon te laten omdat het nu eenmaal zo gaat. Want als mensen tegen muren oplopen, verstrikt raken in een weerwar van regels, of het gewoon even niet meer zien zitten, dan hoor je vaak, ja, maar daar heeft de politiek geen oog voor. Laten wij het tegendeel bewijzen. Want wij hier allemaal, dus niet alleen deze mensen op de eerste rij, maar wij allemaal, wij zijn de politiek. En wij zijn veel meer dan de politiek. Wij zijn een maatschappelijke beweging. Want in iedere stad, in ieder dorp, in iedere maatschappelijke organisatie heb je mensen die het verschil willen maken. Die iemands kleine held willen zijn. Dus staar je niet blind op die vierkante kilometer in Den Haag. Nee, wees een bondgenoot voor al het goeds dat die massa's kleine helden samen doen. En zoek die kleine held in jezelf.
En met onze beweging van kleine helden passen we daarna de regels aan. Want niemand zou afhankelijk moeten zijn van het geluk om een kleine held tegen te komen in het slagen of falen. En als wij onrecht tegenkomen, dan maken we lawaai. Dat hebben we altijd gedaan. Dat deden we een jaar geleden toen JS'ers in minirok de straat op gingen. Omdat ze wilden pleiten voor het recht van vrouwen om zich te kleden zoals zij willen. En wij niets dan lof ontvingen. Dat deden we deze zomer toen JS'ers een draag wat je wil zwemfeestje organiseerde. Om te pleiten voor het recht van vrouwen om zich te kleden zoals zij willen. En toen allemaal Facebook verzetstrijders in de kramp schoten. Want wij mochten niet te blij zijn dat er vrouwen zijn die een burkini dragen. Ik vind dat vreemd. Want ik ben blij met iedere vrouw die zich kleedt zoals zij wil. En die geen man haar laat zeggen wat ze aan of uit moet doen. Waarom zou de ene vrijheid belangrijker moeten zijn dan de andere? Waarom is een minirok per definitie vrij en een burkini niet? Is dat niet juist onderdrukkend? En als een vrijheid alleen maar een vrijheid is, als het voldoet en wat bedacht is door de huidige norm, dan is het toch helemaal geen vrije keuze? Maar goed, voordat ik straks, als ik oncharmant een broodje sta te eten, allemaal mensen heb die me op de schouder tikken, Lieke, er worden vrouwen onderdrukt, hè? Ja, en dan krijg je altijd het argument, er worden ook vrouwen die niet weten dat ze onderdrukt via de sociale norm onderdrukt. Nou, ja, er zijn overal sociale normen. Het feit dat Hans al jaren gezeik krijgt over het feit dat hij wel eens een trui draagt. Het feit dat er geen man meer is die een speedo aandurft. Ook daar zit redelijk wat sociale druk. Maar goed, er worden inderdaad ook echt daadwerkelijk vrouwen onderdrukt. Dat moeten we niet minimaliseren. Sterker nog, we benoemen dat nu een jaar of 17. En het is dus tijd om met een echte oplossing op de proppen te komen. Bijvoorbeeld het speciaal opleiden van huisartsen die nog wel contact hebben met deze vrouwen, zoals het Verwij Jonker Instituut onlangs adviseerde. Pas als wij de vrijheid van anderen niet gaan invullen, maar ze zichzelf hun vrijheid laten invullen, of dat nou het dragen van een burkini of het eten van een vegasnietsel is, pas als wij ook elkaars vrijheid echt accepteren, pas dan zullen we ook zelf vrij zijn. En er zijn mensen die dat niet leuk vinden om te horen. Soms lijkt het wel of wij denken dat het feit dat iedereen meetelt, betekent dat wij met niemand oneens mogen zijn. Dat we niemand voor het hoofd mogen stoten. Dat wij een allemansvriend zijn. Nou, ik zeg u één ding. Dat is niet waar. Wij zullen altijd de confrontatie aangaan met de politici die het land verdelen in een jacht naar de macht. Met de Twitterstrijders die hun meest racistische, meest seksistische gedachten de wereld inslingeren. En met de dwingelanden die vrouwen verplichten kleding aan of juist uit te doen. Of ze nou extreem rechts, extreem gelovig of gewoon extreem vervelend zijn. En met ieder van hen zullen wij het gesprek aangaan. Want je moet af en toe zeggen waar de grenzen van het fatsoen volgens ons liggen. Hoe wij vinden dat je met elkaar om moet gaan. Maar ook proberen te begrijpen waar die intense woede vandaan komt. Want geloof mij, ook boze mensen hebben wel eens een kleine held nodig. En dat gesprek aangaan, echt naar elkaar luisteren, het thee drinken, dat werd lang bespot. Weggezet als een laffe oplossing voor een groot probleem. Maar nu de wereld in brand staat, blijkt hoeveel moed er nodig is om echt te willen luisteren. Het is vaak veel dapperder om een probleem in al zijn facetten te willen zien dan het land te splijten uit electoraal belang. Ja. Want Nederland verandert. En dat is soms verschrikkelijk. Soms is het verrukkelijk. En soms gebeurt het gewoon met de hulp van welwillende helden. En hoe hard ze het ook roepen en wat ze ook zeggen, wij zijn met meer. Met al onze kleine helden hebben we al gezorgd dat mbo'ers onder de 18 nu ook een OV-kaart krijgen. Met al onze kleine helden hebben we er al voor gezorgd dat je nu vanaf 21 jaar een volwassen minimumloon krijgt. En met al onze kleine helden
zullen we ervoor zorgen dat 2017 het jaar wordt waarin links terugslaat. Niet omdat wij dat allemaal zo graag willen, maar omdat Nederland het nodig heeft. Nederland barst van de mensen die het verschil willen maken. Die niet zitten te wachten op grote praatjes, maar die een partij nodig heeft die ze steunt. Die ze verbindt. Die met hen de strijd aangaat voor een samenleving waar voor iedereen plek is. En die partij, daar ben ik met heel veel plezier lid van. Want dat is deze partij. En in mijn hoofd hoor ik langzaam de Beatles zingen. En ik weet, het komt goed. Dus ga met mij de straat op. Laat je verwarmen door de zon. En zoek die kleine held in jezelf. Dank u wel. Heel goed gedaan. Dank je wel. Ik ga nog even iets zeggen over het geld voor... En nu denken jullie misschien, oh shit, we moeten vandaag allemaal amendementen doen. Hoe ga ik dan vandaag al een kleine held zijn? En dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Op iedere stoel ligt een papiertje. En op dat papiertje staat een rekeningnummer. En wij gaan een campagne voeren. En die is ontzettend duur, maar ontzettend nodig. En daarvoor is jullie steun heel erg nodig. Dus kunnen jullie alsjeblieft, het liefst nu al meteen, want van uitstel komt afstel. En we hebben het geld zo hard nodig. Dus pak je telefoon, ga naar je eigen bankieren-app en maak een beetje geld over voor onze campagne. Want wij gaan Nederland veranderen en wel met z'n allen. Dank u wel. En... Dat stond niet in het draaiboek, maar daar geven we natuurlijk van harte de ruimte voor. Dankjewel, Lieke. Wat een prachtige speech. Die ga ik zeker nog eens terugluisteren. We zijn nu klaar met het ochtendprogramma, dus ik schors de vergadering tot vanmiddag 1 uur. U kunt van